Een rustig fietspad achter mij, maar zometeen gaan hier honderden lopers van start voor de 33e Oegstgeester Poldercross. Al 33 jaar een traditie, lekker het water in, de sloot, het weiland door en dan uiteindelijk finishen op het Boerhavenplein. Het enige wat anders is dit jaar, is de startlocatie. Dit is Unity TV, is erbij bij de Poldercross in Oegstgeest. De nachtburgemeester van Oegstgeest, hè? Ja, dat zeggen ze. Ik ben niet de nachtburgemeester. De gewone burgemeester van Buitenlust. Dat is de naam nog steeds. Maar een beetje over, want ik ben verhuisd natuurlijk. Ik ben alweer 11 jaar Haaswijker in plaats van Buitenluster. Dus, we gaan het over de Poldercross hebben. Ja, een leuk. Traditie, hè? De start van de eerste keer, dus 33 jaar geleden, die was in Buitenlust. Want toen hadden wij daar voor het eerst het houten buurthuisje staan. Kijk, jouw ouders weten het wel. Maar goed, dat is een heel verhaal geweest. Toen gingen we daar de polder in. Maar door de omstandigheden met flora die er toen ontstonden. Toen zijn we moeten verhuizen naar de rand van het floraterrein. Maar toen werd de wijk Buitenlust overgeslagen. En een leuk detail daarvan was toen de tijd. Als de Poldercross geweest was, dan lag er nog 2 maanden bagger in alle straten. Want ze namen zoveel bagger uit die sloten mee door de straten heen. Dat was gewoon feest. Je kon 2 maanden later nog zien dat de Poldercross geweest was. De gemeente Oegstgeest heeft 2 maanden nieuw verbaggeren. Ja, dat is goed voor de doorstroming van het water, ja, deze cross. Nee hoor, gekkigheid. Je moet een parcours uitzetten. En dat is de laatste tijd nogal door de bouw van bepaalde dingen erg gewijzigd. Dus we zijn nu ook weer in verband met de veiligheid hier aan de weg. Dat met dat oversteken onder de A44 door, dat was al een probleem. Want je krijgt daar autoverkeer en het is niet te doen om met zoveel deelnemers die weg zo lang af te laten sluiten. Dus en nu zijn we weer hier beland, dus we gaan nog steeds door. Hoeveel deelnemers zijn er ook weer? Het maximum was 400, zo'n beetje in de 400. Ja, ik verwacht er nu misschien nog wel meer met dit weer. Dus we wachten het vol spanning af. Het is voor ons een verrassing. En het is afhankelijk van de weersomstandigheden. Nou, beter als zo kan het niet wezen natuurlijk. Hoe krijgen ze het voor elkaar om elke keer die mensen hier op de benen te krijgen? Want ik zie veel jong publiek, hè? Omdat het zo leuk is. Waarom? Ja, het is... Nou, ga nou maar gewoon eens na. Als jij tegen iemand zegt, hier heb je 10 euro, spring voor mij in die sloot. Dan zeg je toch, je bent gek geworden. Ja. En Firma Heemskerk, laten we 6 euro per persoon is de deelname. En dan komen er 400 om in die sloot te springen. Dus vertel jij maar of het dan niet leuk genoeg is om het te doen of wel. Het zal toch wel iets in je leven wezen wat je meegemaakt moet hebben. Jongen. Allemaal welkom, fijn dat u er allemaal bent en we hopen dat we er nog veel meer Jij bent wel de drijvende kracht achter het evenement, hè? Nou, niet helemaal. Onderdeel van. Onderdeel de helft? Van. Ja, de helft. Ja. Hoe lang ben je hier nou mee bezig? Qua uren? Ja. Ja, dat wil je niet weten. Nee, ik denk... als ik alleen voor mijn man praat, denk ik de afgelopen 4-5 weken, denk ik wel 20 uur per week. Krijg je ervoor terug? Nou ja, ik hoop een hoop plezier. Ja. De route is anders, hè? Kan je vertellen hoe die loopt? Zeker.
Nou, niet precies. We starten hier nu op de parkeerplaats bij het Groene Kerkje. En dan... Vanwege de veiligheid, hè? Ja, vanwege de veiligheid. Het andere was gewoon te dicht bij de snelweg. En we gaan hier achter jou gaan we dus het fietspad op en dan onder de snelweg door. En daar gaan ze het begin van de polder in. Recht door die sloot in. Recht zo die gaat. Heb je zelf een keer meegedaan? Nee. Dat gaat ook nooit gebeuren. Dat kan niet. Ik moet hier zijn. Goed excuus. Ja, dat is een heel goed excuus, Truus. Ja, nee. Ja, mevrouw wil zelf niet op de film, maar jammer is dat. Vertel, wat gaan jullie doen? Nou, we hebben een nieuw idee. We dachten van, we gaan proberen met een boot een bruid zo schoon mogelijk over te krijgen. En eigenlijk is het de bedoeling dat volgend jaar dat zich zoveel mogelijk teams inschrijven om dat ook te gaan doen. Ja. Dat een boot of 400-500 met 400-500 bruiden, met teams. En dat we met z'n allen gaan proberen zo snel mogelijk die 3600 meter af te leggen. En dan gaat het natuurlijk om hoe schoon de bruid blijft. Nou, het is natuurlijk al een schoonheid. Kijk maar. Doe maar even. En het is al een schoonheid, maar nu ziet het natuurlijk helemaal prachtig uit. Waar hebben jullie vandaan? Ik kom uit Noordwijk. We komen eigenlijk allemaal uit Noordwijk. Behalve hij. Hij komt uit Rijnsburg. Kan hij ook niks aan doen. Nee, dat is waar. Ik zie jullie na afloop wel, denk ik. Ja, nou, hartstikke goed. Veel plezier. Ga je ook mee rennen? Nee. Nee, dan wordt de camera nat. Volgend jaar. Waarom doe je mee? Omdat ik het een leuk idee vond. Is het de eerste keer? Ja. Spannend? Een beetje. Hoe train je op zoiets? Gewoon een rondje klink. En gisteren nog een rondje hardlopen. Dat was het. Hoe bereid jij je voor? Nou, gewoon een beetje sporten, een beetje trainen en that's it. Hebben jullie je ouders ingelicht dat je met hele vieze kleren thuis komt? Nee, maar ik denk dat ze niet zo blij mee zullen zijn. De schoenen moeten in de wasmachine? Ja. Hey, ik zie de duct tape om de schoenen. Waarom is dat? Nou, straks kun je vastzitten in de modder. Ben je schoen kwijt. Dus, beter veilig en geen schoen kwijt te raken. Dan straks geen schoenen en de hele tijd in de brandnetels en alles. Goed bedacht. Ja. Zelf bedacht? Ja, zeker. Veel plezier zo. Ja, dank je. Jullie hebben er echt werk van gemaakt. Ja, het is voor de eerste keer dat ik samen met mijn dochter mee ga doen. Dus ben ik trots. Heb je zelf al vaker meegedaan? Ja, mijn 14 was ik de eerste keer, in 86. En mijn zoon als hij 10 is, doet hij ook nog een keer mee. En nou voor het eerst met mijn dochter. Vind je het spannend? Ja. Waarom? Ik weet niet, om die sloot in te gaan. Vind ik wel spannend. Maar je hebt... Iemand bij je? Ja, ik hoop dat hij me uit de sloot gaat trekken. Dat gaat wel lukken, toch? Ja, en anders geef ik er een zetje. In de sloot. Dit jaar eerste? Ik hoop het wel. Maar ging het vorig jaar mis? Ja, verzuring. Ja, de eerste was toch te snel. Ja, vorig jaar was je tweede bij de 32e poldercross dan. De 33e, dan ga je wel eerste worden. Ik hoop het wel, ja. Ja. Hoe bereid je hierop voor? Ja, ik loop gewoon iedere week wat hard. En eigenlijk bereid ik me niet extra voor. Dus ik hoop er gewoon het beste van te maken. Dus de competitie? Ja, ik heb de concurrentie eigenlijk nog niet echt goed bekeken. Dus ik weet nog niet wat de concurrentie gaat doen. Heb je zo'n pool van een aantal gasten die dan elkaar proberen af te troeven? Ja, geen idee. Ik ken ze allemaal niet. Vorig jaar was ze de eerste keer sinds tijden dat ik meedeed. Dus nu gaan we het weer zien. Misschien tot zo als eerste over de finish. Ik hoop het. 500 deelnemers heen, denken wij. Ja, denken wij. Ik weet niet hoeveel er zijn, hoor. Ik ben heel blij hiermee. En we hebben een nieuw startpunt hier ook. Dat is helemaal nieuw. En ik heb er eigenlijk heel veel vertrouwen in. Maar ik moet ook de hele veiling Flora onwijs bedanken. Dat ze 32 jaar lang alleen maar medewerking hebben gegeven om dit festijn hier te houden. Het is een Oeschijfse festijn in Rijnsburg gehouden. De beveiliging van de Flora moet ik heel, heel hartelijk bedanken. Dat ze al die jaren heel bereidwillig zijn geweest om deze prachtige poldercross in Rijnsburg te laten beginnen. Helemaal super, Henk, want ik heb net door jouw kleinzoon al uit laten leggen dat voor de veiligheid een andere keuze is gemaakt. En de veiligheid is natuurlijk uiteraard bijzonder belangrijk voor deze hele groep mensen. En deze hele groep, daar heb jij ook voor gezorgd dat die veiligheid ook tot stand kwam. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, we hebben een groepje van een man of vier en daar wil ik even namen noemen. Jan-Willem Bon en Rick Heemskerk, Rob Heemskerk en
en Aad van den Burg. En we zijn de polder in gegaan en we hebben weer net als andere jaren, hebben we weer heel zuinig met de omgang doorgemaakt. We hebben dus alles, sloten schoongemaakt. We hebben een heel goed parcours gemaakt, nog een keer verbeterd. We hadden heel veel last dit jaar van mensen die paarden hadden in het land. Maar ondanks dat allemaal hebben we toch weer een redelijk parcours in elkaar gefrast. Ik ben er heel blij mee. En weet je, we hebben een Oesgeester gemeente, een fantastische gemeente. Allemaal groen, maar we hebben ook nog een beetje agrarisch groen. En die staat garant voor deze poldercross. 5, 4, 3, 2... De start van de 33e Oesgeester Poldercross is zojuist begonnen. De deelnemers gaan nu het weiland in en strakjes gaan ze hier achter het water in. En dan om en om tot ze op het Boerhavenplein aankomen. En daar dan afgespoten worden door de brandweer. En natuurlijk erg gezellig muziek is en een medaille. Dat hoort erbij. Daar. Hij komt zo in het water? Ja, daar. Hij gaat heel hard zwemmen daar. Dan gaat hij weer op en dan komt hij weer mee. En dan? Dan gaat hij weer daarheen opklimmen. En dan gaat hij daar op pinnen. En dan gaat hij... Ja, goed verhaal. Ja. Nou, toch eerste? Toch eerste, yes. Het is wel eindelijk gelukt. Hoe ging het? Ja, eigenlijk goed. Vanaf het begin af aan eigenlijk direct, eigenlijk net even te hard weggegaan. Maar daarna gewoon mooi tempo vast kunnen houden en nooit mijn eerste plek losgelaten. Vanaf begin tot eind eerste? Ja, de eerste 600 meter liepen er een paar mensen voor me. En die op een gegeven moment in de weilanden in kunnen halen. En daarna nooit meer ingehaald. Ja. Blij? Ik ben heel blij. Wat heb je nou gewonnen? Ik heb eigenlijk nog geen idee. De eerste plek. Maar meer maakt me niet uit, joh. Gaat om neer, hè? Precies, gaat om neer. Zwager, dames en heren, gaat op ze letten. Koos die Zwager, die gaat hier ook vandaag natuurlijk die 33ste winnen. Maar je hebt zomaar kans dat ze de eerste 10 ook gaat winnen. Ja, Koos die Zwager. Twee keer heb ik een titel behaald, de tweede plek. Dus de derde keer scheepsrecht. Moet weer lukken, toch? Ja, nee, ja, hopelijk natuurlijk. Ja, maar het is natuurlijk wel soms een jonge dame die hier vandaag eventjes net voor jou gaat eindigen. Er komt nog een derde dame ook aan. Ben je daarmee opgetrokken? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie elkaar nog een beetje in de gaten gehouden? Nee, ik liep bij haar in de buurt, maar ze liep zo ver voor op een gegeven moment, dus kon er niet meer bij en ik heb niet achter me gekeken. Maar wie ben jij? Florien Molendijk. Nou, kijk eens aan, de Molendijken voor de Hollanders. Helemaal goed, de Hollandse kunnen we het niet hebben hier over in Oesgeest, die een poldercross gaan bevechten met elkaar. Heb je haar zien lopen?
Ja, ik zat er steeds bij het zwemmen vlak achter op het laatst. Maar ze trok hard op met hardlopen, dus ze kon er niet meer inhalen. Het hardlopen nekte jou? Ja, het laatste stuk was echt zo zwaar. Ja. Ik kon niet meer op gang komen. Oké, okay, en het zwemmen? Want het zwemmen moet dan natuurlijk even de doorslag geven, het laatste stukje. Ja, dat ging wel goed, maar dat rennen dat was net weer wat sneller. Dus, niet goed genoeg in ieder geval. Maar wel een mooie derde stek hoor. Hey, gefeliciteerd. Ja, super hè. Ja. Is dat je dochter? Nee. Het zou zomaar kunnen toch? Ja. Wacht u op iemand? Nee hoor. Nee. We gaan aan het kijken. Gewoon kijken, ja. Hoeveelste keer kijkt u al? Derde keer. Derde keer? Ja. Woont u zelf in Oegstgeest? Nee, woon in Canada. Wauw. Ja, we hebben hier gewoond in Oegstgeest. Ja. Zo zijn over voor visite. Ja. En dan, dit is toch even het mooiste moment, hè? Ja, hartstikke leuk. Waarom is dit nou zo leuk? Je komt niet... Alle mensen bij elkaar. Mooi weer. Gezellig. Ja, Canada hebben ze dat niet. Hebben ze weer andere dingen. Wij hebben de rodeo. Ja, dat doen ze hier weer niet. Nee, daarom. Ze genieten dit, hè? Ja, oh ja, heerlijk. Ja. Jij bent natuurlijk zeg maar, een man die niet schuurt om uitdagingen aan te gaan. Dat doe je eigenlijk je hele leven al. Is dit altijd een van de uitdagingen die je er altijd in houdt? Deze houden we er altijd in. Deze is gewoon de mooiste die er is. Lekker. En dan de lijnen erbij nog weer. Ja, dus precies. Je hebt die nakomers, die heb je ook geïnstrueerd. En ervoor gezorgd dat ze ook de deelnemers worden. Juist. Want jeugd moet de toekomst hebben, toch? Jeugd heeft de toekomst. Zullen we de bruid binnen, dames en heren? Daar is de bruid. Daar is de bruid. Nou, geweldig. Ja, draai eens even om. Draai eens even om. We willen je wel eens eventjes aanschouwen. Even aanschouwen en even zien hoe jij hier zo betrokken als bruidje van start kan gaan. Het is geweldig. Wat is de uitdaging geweest? Ja, niks. Het was gewoon een stomme weddenschap. Nee. Geen uitdaging. Ik denk wel dat het een uitdaging is om met zo'n jurk door de baggersloten te gaan. Heb je er netjes overheen gedragen? Want ik zie dat die boot heel veel werk heeft verricht bij jou. Ja, dat klopt. En met wie heb ik te maken? Want dat wil ik wel even weten. Nancy. Nancy Wickmoor uit Noordwijk. Nancy Wickmoor of Dickmoor? Ja, Dickmoor. Nancy, leuk dat jij deze actie hebt willen nemen, want je pakt daar natuurlijk wel gelijk een aantal mannen ook weer mee. Ja. En die hebben je lekker bezig gehouden. Ja, zeker. Ja. En dat is je bevallen? Ja, hartstikke goed. En wanneer gaat het echte gebeuren? Ja, niet. En dat willen we natuurlijk wel graag even weten, want die receptie in deze jurk wil ik wel zien. De receptie? Ja, ik neem aan dat er eerder ook receptie is. Zullen we die receptie hier gelijk houden? Ja, laten we dat hier maar doen. Oké, dan laten we dat. Dat is een goede afspraak die we kunnen maken. Hey, maar heel erg leuk. En hoe heb je dat verzonnen? Ja, ik niet. Dat is die boosdoener daarachter. Ik heb me erin laten luizen. Je hebt je erin laten luizen, maar dat hebben jullie goed geflikt. Ja, ik vind het een hele leuke actie, jongens. Want ik vind wel dat daardoor juist zulke soort cross het element hebben als polercross, waarin we natuurlijk zeg maar, toch het ludieke ook nog een klein beetje meenemen. Het was een idee van Thomas en van mij. En we willen het volgend jaar hopen we dat er meerdere boten meedoen. Dat we er ook echt een race van kunnen maken. Dit was eigenlijk zeg maar het initiatief. En nou, ja, nu verwacht ik van andere teams dat ze zich inschrijven. Ja, precies. Nou ja, we hebben natuurlijk de winnaars. Hè. Dat is een aparte groep. De winnaars. En dan heb je natuurlijk, zeg maar, bij winnaars heb je altijd een heleboel verliezers. En daarnaast heb je dan nog een heleboel mensen die het alleen maar leuk vinden om dit te doen. Dat noemen we de recreant. Zijn jullie de recreanten? Of welke groep gaan we jullie... Ja, dat weet ik. Ja, maar hij gaat dus nu als recreant aan de slag. Hij wordt ook wat ouder. Ja, dat is ook zo. Maar dat geeft niet. Dat hoort natuurlijk zeg maar, bij het leven, jongens. En we zien ook dat jullie daar iemand die meegenomen hebben. Die dat super heeft aan bijgedragen. Absoluut. Om hier deze sfeer natuurlijk te verhogen. Ja, applaus. Terwijl de hoofdmoot van de deelnemers hier binnenkomt op het Boerhavenplein, sluiten wij deze uitzending van Unity TV is erbij weer af. En uiteraard, ook volgend jaar is er weer een Oegstgeester Poldercross. En dan de 34e editie. Bedankt voor het kijken.